Veel verzet vanmorgen bij een ontruiming van 5 kraakpanden in Amsterdam-Oost. De mobiele eenheid was urenlang bezig de panden leeg te halen. Ruim 40 krakers werden gearresteerd. Burgemeester Cohen besloot het huizenblok de afgelopen nacht te laten ontruimen toen de politie in een poging om een einde te maken aan geluidsoverlast door de krakers bekogeld werd met flessen en glazen en nog meer. Volgens de politie is het alweer jaren geleden dat er zoveel verzet werd geboden bij de ontruiming van een kraakpand. Overigens zijn de twee partijen het in grote lijnen wel eens over de gebeurtenissen van vannacht en vanochtend. Vannacht om 4 uur bleek er een feest aan de gang heen. Dat gaf zo ontzettend veel geluidsoverlast dat collega's daar die mensen aanspraken. Oké, muziek werd zachter gezet. En diegene die dus toen de politie te woord stond, die is om zijn identiteitspapieren gevraagd. Die wilde zijn gegevens niet bekendmaken. En vervolgens zijn de krakers tot ontzetting van deze arrestant overgegaan. Er is vreselijk gegooid met flessen en glazen. En collega's die hebben zich teruggetrokken. Vanmorgen keerde de politie massaal terug. En nu dus niet met de platte pet, maar in ME-uitrusting. Vanochtend om 9 uur zijn we tot een ruiming overgegaan. Daarbij zijn 43 arrestanten aangehouden, voor het merendeel buitenlanders. Binnen het pand is ook fysiek verzet geboden tegen de aanhouding. Wat voor wijze? Door ook gooien binnen, maar ook vechten. De krakers menen dat de politie het geweld bewust heeft uitgelokt. Ja, je kan gewoon wel zeggen dat dit gewoon een buitengewone provocatie is van de politie af. En je ziet het ook veel vaker dat de politie gewoon op nare momenten waar het niet uitkomt, gewoon mensen gaat lastigvallen en gewoon gaat zorgen dat zij een goede grond hebben om te ontruimen. Maar volgens de politie stonden de panden toch al op de nominatie om binnenkort ontruimd te worden en is het nu alleen wat eerder gebeurd dan gepland.